En dan nu hengst nummer 50, nummer 50, nummer 50, nummer 50, Oostdijks, Gerrit van Meerdeen. Zijn zoon van Volos, Galactic Power, de Keurberry van Castanjo, Amico. Dan Twisthoevers G. Riddeman. Gefokt bij J. de Kever Panko in Ossenisse. D. Kemel, Bouwse Plantage, eigenaar. Vader Galactic Power werd als ouderhengst gepromoveerd tot stamboekhengst. Er is op zijn beurt weer een zoon van Norrisal, Gerrit. Moeder is de Keurmerrie Oostdijk, Maybelline. Twee van haar nakomelingen zijn geshowt, ontvingen beide een eerste premie. Maybelline is een dochter van Castanjo Amico, die als driejarige werd goedgekeurd en aan kop werd geplaatst in zijn rubriek. En werd daarmee ook winnaar van de Dial Starlight Trofee. Daarachter de merrie Oostdijk, Gerritwin, Memory, Keurmerrie van Twisthoevers, Riderman. Betaler is nummer 50 nu. Nummer 50, Oostdijks, Kerwin Mirtjan, gaat door naar de tweede bezichtiging.
laatste hengst van 3 jaar. Nummer 50, nummer 50, nummer 50. Oostdex, Serpen, Meerdeen. Vader is Vollehofs, Galactic Power. Moeder een keurmerrie van Kastanjof, Amico. Dan Twisthoevers, G. Riedeman. Gefokt bij J. de Kever, Pankow in Ossenisse. Eigenaar D. Keimel, Wouwse Plantage. Stokmaat 1 meter 19, 1 meter 19, 1 meter 19. Nummer 50, Oostdijk, Seridun, Meerdeen. U gaat mee naar de laatste ronde. Nummer 50, Oostdijk, Seridun, Meerdeen wordt ingeschreven. Proficiat Fokkers, eigenaren, 9 hengsten ingeschreven. Nu worden ze nog op volgorde geplaatst. Ook spannend. Jury, kijk nog een keer. Kijk, onze fotografen talrijk aanwezig. Tijd genoeg hebben gehad. En dan zal de ringmeester de heer Kappel zo dadelijk het zijn geven voor de eerronde. Een prachtige groep Wels A-hengsten. Ingeschreven nu als stamboekhengst. Fokkers-eigenaren, van harte gefeliciteerd.